Goedenavond vanuit het Zwammengat. Stand daar buiten waar de lichtjesoptocht 2012 zojuist is begonnen. Goedenavond waar u ook kijkt. Dit is Stand daar buiten. Zaterdagavond en de lichtjesoptocht is begonnen. Naast mij zit Leo Boeren. Hij gaat samen met mij u vanavond door de optocht heen praten. Je bent niet de enige die ons vanavond gaat inlichten over het wel en wee van deze prachtige 25e verlichte optocht hier in Stand daar buiten. We hebben ook Koert de Keizer, onze verslaggever, buiten. Hij staat op straat tussen de mensen. Koert. Oké, het zijn natuurlijk niet alleen maar mooie wagens, er zijn hier ook loopgroepen. Zoals deze prachtig versierde jongens. Nou ja, we zijn de Barbies van het Zwammengat, de meelopersgroepje zijn wij. En wil je graag met een Barbie spelen, dan moeten we bij ons zijn. Wat jullie zijn, eigenlijk zijn jullie gewoon mooie blonde vrouwen. Nou ja, eigenlijk wel ja. Zie je het? Nou ja, doe je goed. En kijk eens, wat komt daar nou aan. Goeiedag zeg. Jongens, dit is de Zwammengatse lichtjesoptocht ten top. Zo gaat het er hier jaarlijks aan toe. Kijk en geniet. En ik denk dat we Leo nu even moeten zwijgen. Dit is, en wat komt eraan? Dat zijn de marktbouwers. Ja, de ploeg waar we toch heel veel aan te danken hebben, die van de eerste jaren meegedaan hebben. En dat nu voor de 25e keer. En vorig jaar als het lust om ook al voor de 25. Ja, dat ze bestonden en gelijk meedoen en dan het jaar daarop zeggen van ik pak de eerste prijs. En het zijn echte animators die dat gedaan hebben. Want veel jongere ploegen die zijn daarop gevolgd. En ja, het is op het moment zo'n prachtige strijd. Maar ook allemaal collegiaal onder elkaar. En dat is wel het fijne. Als je meet dat zo'n wagen 9,30 meter hoog is. En ik ben er vanmorgen nog geweest. En je staat op zo'n 4 meter afstand als publiek zijnde. En je moet dan zo omhoog kijken. En ja, dadelijk zul je nog een soort confetti zien. Een confettibom wat ze gemaakt hebben. Waar de verlichting op valt. Ja, dat is gewoon enorm. En wat hebben we veel details op deze wagen. En dat zijn allemaal voorzien van lichtorgels, zie je wel. Het licht gaat, dat kunnen ze helemaal instellen. Dat is allemaal via programma's. Het is een lust om te zien als je in zo'n wagen instapt, binnenin. Wat er allemaal te zien is voor elektra en programmatuur. En Koert, die kan het een beetje van dichtbij zien dadelijk, denk ik. Kijk Leo, now we're talking. Barbies heb ik niet meegespeeld, maar wel met Lego en met Playmobil. Ja, Lego en Playmobil, ja. En ja, het mag geen naam hebben. Dat is de ploeg zoals ze zich noemen natuurlijk. En dat zijn van 12 volwassenen en die hebben ook alle kinderen. En er zijn er een aantal bij die zijn uit de KPJ gekomen. Nou, je weet het, katholieke platteland jongeren. En daar hebben ze altijd gebouwd. Maar ja, inmiddels hebben ze ook een gezin gesticht. En die hebben gezegd, nou, wij doen ook er weer mee. En die doen er weer voor het tweede jaar mee. En ja, we zijn er toch alweer 3,5-4 maanden mee bezig om zoiets op te bouwen. En een 3,5 maand bezig in een garage, dan is het toch heel wat. Er zijn veel Brabantse plaatsen met eigen muziek. Oeteldonk Den Bosch heeft het eigen muziek, een enorm repertoire. Bergen op Zoom heeft het. Maar de muziek die we nu horen, Leo, dit is muziek die is hier ook hier gemaakt in Stand daar buiten? Ja, de meeste muziek wordt hier bijna wel gemaakt of gemengd, ja. Ja? Dit is trouwens een groep, de concurrenten. En die komen uit de Sportstraat. En die doen ook al een aantal jaartjes mee. Kijk, de nieuwe generatie is er ook zo meteen. Ja. Kijk maar goed in het molentje. Ja, dat is de toch nieuwe dat, generatie. Ja, dat is echt Holland, zie je wel, hè? Ja. Ja, dat terwijl we toch Brabant zitten hier, hè? Ja. En dat is een, dan moet je kijken. Dat is toch een bestaan al jaren 7. En de oudste, dat is natuurlijk opa. Hè? Opa moet ook meebouwen. En die is 67 en de jongste is 3. De beroemdste eend ter wereld komt er ook aan rijden. Donald Duck. Ja, kijk eens, helemaal verlicht. De landbalkjes. En dat is een ploeg die zaten vroeger een beetje allemaal bij andere verenigingen.
En op een gegeven moment dan gaan ze een eigen gezin stichten. En dan, ja, we gaan toch voor die kinderen toch weer wat maken. Kijk eens. Ze gaan daar omhoog en prachtig om dat te zien. En vorig jaar konden ze nog bouwen in de grote cyclo's hier zo aan de markt. Nou, inmiddels is die verhuurd. Met de eigenaar daarvan, die had ook nog iets in de Feyenoord een stukje. Loods. En daar hebben ze dit jaar weer aan het bouwen geweest. Ja, als u goed kijkt trouwens naar de wagen, dan is dat confetti en geen sneeuw, hè, voor de duidelijkheid. Het regent hier, maar het sneeuwt niet. Dat is BC gebeiteld. Leo, we hebben vanavond eventjes over straat gelopen. Enig idee hoe druk het is buiten op dit moment in de straten van het Zwammergat? Nou, ik denk dat, je weet het, het is maar een dorp van 2500 inwoners. Tot 2800 geloof ik. Maar er staan er op het moment 12 tot 13.000 heb ik vernomen, net voordat ik hier binnenkwam. Ja, dit is ook zo'n mooie groep. Dat zijn namelijk, dat is ook een vriendenclub. En die bestaan 2 jaar. En ja, dan zeggen ze, wie is nu de baas? Ja, de baas is natuurlijk Betsy van Meulen voor de vrouw van de politie. Hè? Dat kan niet anders, hè? Nee, dat kan niet anders. Nee, dat is gewoon de baas ervan. Goedenavond als u op dit moment inschakelt of aan het zappen bent en denkt, waar zitten wij in vredesnaam naar te kijken? Welkom vanuit Moesland, Paplaan, Muzengat, Knot, Wilgedam, Keijen, Scheiters, Rijk en het Bonenpikkersland. Of misschien wel het Strienendurp of Erpelrooiersland. Dit is de Zwammergatse Leutstoet 2012. De lichtjesoptocht. Zoals er maar een paar zijn in Brabant. En dit is er één van. En het is een hele mooie locomotief, zie je wel. Misschien kunnen ze die wel gebruiken bij ProRail. Ja. Om de treinen wat beter te laten lopen in deze winterperiode. Een orgel. Daar lijkt het wel op, hè? Leo, wat zien we hier? Ja, de grote groep. Dat is de bouwclub, doet ook mee. En die hebben een André Rieu. Nou, je kent hem. En als je... Ja, de best verdienende Nederlandse artiest. Ja. En ze doen al mee voor de 7e keer. Vorig jaar zijn ze eerste geworden. Het is een ploeg. Ja, een familieploeg. En er zijn er een aantal bij elkaar. En natuurlijk zitten er mensen bij van de brandweer. Dus veiliger kan eigenlijk niet. En als je ziet dat dat hele spul allemaal op hydrauliek is. En dat gaat eigenlijk dan, dat kan, zodra het je stilstaat, kan André, die kan 8,5 meter omhoog. Heel mooi verkleed. Allemaal natuurlijk in de stijl van André. En de orgelpijpen in alle kleuren. Hoe zeggen ze dat in Zwammergat hier? Orgel of een tergel? Tergel, hè? Tergel. En dan, als je het hebt over een orgel, is het nurgel. Ik heb eens uitproberen te zoeken waar nog meer lichtjes op toch te zijn in Brabant. Nou, Loosbroek heeft er sinds vorig jaar eentje, Loosbroek, bij Heeswijk-Dinter. En Dongen heeft er een. Boegestel. En Boksmeer heb ik me ook begrepen. En dan is er nog eentje in het oosten die ik vergeet. Het Noordoosten, wel de belangrijkste en de bekendste misschien ook wel in dat deel van de provincie, in Berchem, de Lichtstoet. En Leo, daar ben je zelf ooit een keer bij geweest, hè? Ja, daar zijn we een keer geweest. Er waren op uitnodiging. Vergelijkbaar met standaard buiten? Of? Nou, toen was het wel een van de voorlopers, ja. Alleen daar hadden ze wat meer, toen was de verlichting nog niet zo net als nu met die lichtslang. Want die was toen helemaal nog niet in beeld toen wij geweest waren. En als je dat dan daar, wel het jury, dat was meer een beetje het songfestival jury, zal ik maar zeggen, dat je dat s'avonds ziet in zo'n zaal. Dat vond ik wel iets subliems. Mocht u zich afvragen trouwens wat de temperatuur is buiten, het is eigenlijk een zeer aangenaam temperatuurtje, een graad of 8 ongeveer. Dan baseer ik me even op cijfers van de Koninklijke Luchtmacht, het Woensrecht, graad of 8. Behoorlijk vochtig, relatieve vochtigheid 87%. En de wind is een beetje hinderlijk, 4 graden. En nog bekend zijn, het is zwaar bewolkt en het regent. En dat maakt het wel iets minder. Maar ja, we zien wel een fantastische optocht aan ons voorbij trekken. Kijk, hier is Prins over 15 jaar.
Is het een leuke functie, Leo? 11 jaar prins van het Zwammergat? Ja, dat is een hele leuke functie. En vooral als je het zo op ziet bouwen. En het, dat het steeds groter wordt, dan krijg je er, dan krijg je er zoveel plezier in. En je krijgt er gewoon een kick vanaf dat iedere keer zo ver ziet gaan natuurlijk. We zitten hier op het platteland, dus dan horen we cowboys en cowgirls bij. Er is iemand die ik heel graag wil interviewen. Dus een dorpsgenoot van mij, dus Patricia. Hallo. Hallo Patricia, wat zijn jullie? Zeg je? Wie zijn jullie? WC de Dijkrakkers uit Feyenaard. De Dijkrakkers uit Feyenaard. En jullie zijn als cowboy? Ja, als cowboy, ja. Wildwest, WC de Dijkrakkers op zijn best. En denken jullie dat jullie kans hebben op een prijs in optocht? Nou, we zijn in Feyenaard vandaag tweede geworden. Wel jammer, we hadden natuurlijk eerst willen zijn, maar we gaan het gewoon proberen vanavond. Oké, nou heel veel succes, dankjewel. Ja, het feest der herkenning, ook hier. Want Koert herkende dus iemand uit het Kleigat, uit Feyenaard, uit de Vendert. Een buurdorp hier, een paar kilometer hier vandaan. Voor mensen die staan daar buiten, die weten te liggen. Het ligt zeg maar tussen Feyenaard, waar Frans Bauer woont, en tussen Oudebos. Buitenol, waar ook carnaval wordt trouwens. Ja, er zijn ook al jongens die in een grote groep die al jaren meedoet hier zo. En dat doen namelijk voor de achtste keer al mee. De Dijkrakkers. De Dijkrakkers. En die bouwen veel met schijnrubber. En daaromheen, dat doen ze dan met papier plakken. En dat is tegen een gazen frame aan. En dat is gigantisch wat die jongens daar bezig zijn. Die zijn daar maanden aan een stuk mee bezig. En wij zijn daar 4 weken geleden nog even eens kijken. En dan liggen het allemaal in onderdelen liggen daar klaar. En dan net een week van tevoren dan zetten ze dat in elkaar. Moet je zien wat het dan nog wordt. Dit is toch prachtig. Ja, schitterend. En, cowboys en indianen. Ja. Het plakzooitje. Ja, dat is natuurlijk kaartspelen bij het casino. En dat zijn er een aantal die zeggen, we hebben een hele goede motto gehad van het jaar. Van speel ook mee. Want ze zeggen, de laatste zijn wij altijd die naar huis toe gaan. En vandaar ook dat ze er eigenlijk noemen het plakzooitje. Dus het komt helemaal goed uit. Maar als ze dat doen bij de casino's, dat wel wat centjes kosten, denk ik. Ja, ze blijven plakken dus. Ja. Ja. Het is inspannend hoor. Het zijn mensen ook van buiten, bijvoorbeeld Feyenaard net, die hier naartoe kwam rijden. Die zijn wel even onderweg, hè. Die zijn wel even het is soms wel even rijden. Je kunt niet met even over de snelweg, bedoel ik, met zo'n wagen. Nee. Nee. Maar deze komen uit standaard buiten, hè? Ja, precies. Ik zat in gedachten nog even bij de vorige wagen. Oh, ja. Ja. Ja, dan doe je er even over om hier te komen, ja. Ja. Deze jongens zijn echt 6 maanden bezig. Je hebt ze vandaag nog eventjes kunnen zien aan de zijkant van de weg naar Zevenbergen toe hier over de dijk. En die bouwen in 8 huizen. En dan bouwen ze allerlei onderdelen. En dan komt dat hier naartoe. En dan gaan ze het hier in elkaar zetten. En de verlichting erbij. En ik heb ze daar vanmiddag nog eventjes bezig gezien om 1 uur. Tussen dat spullen in elkaar aan het zetten waren. En het klopt allemaal, zie je wel. Allemaal liefdewerk, oud papier. Mensen die soms al in de zomer beginnen met tekenen, met bouwen. En dan vervolgens ieder vrij uurtje in de week naar de loods gaan. En vervolgens gaan schilderen, gaan zagen, boren, hakken en plakken. En dat is een van de ploegen waar je echt op kunt bouwen, zie je wel. Want ieder jaar zijn ze er weer. Kijk, zie je dat heel dat licht orgel? Dat komt nou elke keer tevoorschijn, hè? Ja. Speul ook mee op de kermis. Dat zou ik aan de zijkant erop staan. Het
is toch fijn dat je ieder jaar van zulke soort ploegen toch weer terug ziet. Dan is toch een teken dat er de collegialiteit hier bij die jongens, waar ze gisteravond nog even met elkaar contacten van met een nummer afhalen en dan zeggen van ja, ik heb nog even dus dat muziekje niet, of ik heb die zekering niet, of ik heb dat kabeltje niet. En dan deze morgen toch weer eventjes bij elkaar langs gaan om het een en het ander op te halen. Dan zeg ik jongens, dan ben je hier heel goed bezig. Voor de mensen die carnaval niet kennen in Brabant en misschien van buiten kijken en denken dat ze overal Alaaf zeggen, dat is zeker niet het geval. Er zijn veel plaatsen zelfs in Brabant, ik kan er zo misschien wel 5 of 10 noemen, waar Alaaf een heel vreemd woord is. Maar hier in Standerbuiten in Zwammergat zeggen ze Alaaf, hè? Ja. Ja. Enig idee waarom dat is? Misschien is dat een hele ingewikkelde vraag, maar dat is traditie neem ik aan hier? Of, Ja, ik denk dat we dat allemaal meegekregen hebben van de geboorte af. Alaaf. Ja. Het is wel een beetje de algemene carnavalsterm, maar bijvoorbeeld ja. In Roosendaal moet je het niet zeggen. En de berg op Zoom niet, in de bos niet. Nee, vreemd. Ik denk dat het een beetje het kleine district is. Ja. Ja. Ja, het heeft met traditie te maken, denk ik. Dat zal het zijn. Zo, en hoort u de bassen thuis. Goedemorgen, dat zijn de luidsprekers. Plaatje ook weer, hè? Ja, heel erg mooi. Ja. Heel erg mooi. Prachtig. Zo, nou dit kijk eens. Is... Prachtig, prachtig. U ziet het goed, dit is één wagen. Dit hoort allemaal bij elkaar. Hier krijg je gewoon het kippenvel van. Ja, ik voel het. Ik voel het. Dat is gewoon, dit is zo prachtig. Ja. Zo prachtig om te zien. Wat ben jij verkleed? Als beer. Als beer? Ben je een knuffelbeer of ben je een hele gevaarlijke beer? Een knuffelbeer. Mag ik een knuffel van jou dan? Dankjewel. Oh. Nou, wat snoezig. Ja, we komen allemaal dichter tot elkaar hè, bij de carnaval, dat zie je wel. En er komt dan zo'n wagentje, dan komt er naar beneden toe, kijk. En hoe is het mogelijk? En dan rijdt hij de bocht om. En dan komt je weer, word je weer opgetakeld en dan gaat je weer. En dat is ook zo'n grote vriendenclub. Die hebben een 6 maanden voorbereiding gedaan. En die komen uit Noordhoek, doen ook al jaren mee. En die bestaan sinds 1996. Dus al 16 jaar. En ze doen ook 16 jaar bewust mee. Het Kantemaaiersgat. Vanuit het Kantemaaiersgat, ja. Van een plaatje. Hop, daar gaat het bochtje om. Die er aankwam. Dat was de Gozers, denk ik. En daar hebben we helemaal een prestatie. Zoals die bouwen, want die bouwen ergens gewoon onder een partytent op een oprit. En hier dat zijn allemaal hele, ja, dat zijn allemaal hier de Markiezenlaan. Die er aankwam, dat was de Gozers, denk ik. En daar hebben we helemaal een prestatie. Zoals die bouwen, want die bouwen ergens gewoon onder een partytent op een oprit. En hier dat zijn allemaal hele, ja, dat zijn allemaal hier de Markiezenlaan. Het zijn allemaal jonge binkies en ja, die hebben de inspiratie gekregen eigenlijk door de dijkjagers. En die hebben gezegd, dat gaan wij ook worden straks. Want als je ziet dat je dat toch zo groot er weer uit kunt pakken, is het toch hartstikke leuk dat ze er weer bij zijn. En ieder jaar wordt dat een steekje vergroot. Prachtig ploegje, ik ben er vanmorgen even langs geweest. En ook verzorging van krijgers erbij van de ouders natuurlijk. Heel en, klein grasmaaierachtig trekkertje voor de wagen. Ja. Hij kan het net aan volgens mij. Ja, ja de bestuurder die zwaait en denkt van alles picobello. Ja. Kijk, dat zijn de lottoballen, hè? Ja, 2 keer 11. Dat is logisch. De lottoballen, hè?
doen ook al mee hoor, sinds 1993 kun je nagaan. Het kan wel eens per ongeluk gebeuren dat we mensen over het hoofd zien. Ja. Dat spijt ons, ook als Omroep Brabant gebeurt het ons wel eens. Maar dat komt omdat er wel eens gaten in de optocht vallen. Of omdat we druk bezig zijn met dit soort immense wagens dat voorbij komt. En de kleinere groepjes of enkelingen gewoon in de verdrukking brengt. Er is geen opzet bij. En kijk toch eens, wat een plaatje. Hartstikke groen. Beetje dromerig ook, hè? Beetje mysterieus. Ik ben er soms ook een beetje stil van. Als we de goede informatie gekregen hebben, en ik zie het ook misschien goed, dan zou dit het Klikski kunnen zijn. Bouwclub Klikski. Uit Noordhoek. Tot zelfs de groep daarvoor verlicht zie je wel, hè? Allemaal met. Dit is nu wel met een batterijtje, denk ik. Ja. En de groepen, de bouwers die staan ook allemaal in contact met elkaar. Hè? Ze weten ook alle snuffies eigenlijk, proberen ze van elkaar uit te zoeken. Dit wordt een sport. Als nou de ene bouwer een tekort heeft van 100 meter lichtslang en dan belt de andere bouwer, wordt er dan collegiaal gewerkt? Ja? Geen probleem. Kijk. Dan wordt die ook gebracht. Ja. Dan krijgt hij die 100 meter. Ja, die bestaan nu ook al 11 jaar en die rijden voor de 5e keer mee. Maar ik denk dat ze met zo'n auto, dat denk ik, met zo'n grote wagen, dan denk ik dat ze toch wel dikke de prijzen zullen vallen. De gatenzagers. De gatenzagers. De gatenzagers. En die komen ook uit Noordhoek. En je ziet het, dat is op zijn Mexicaans. Moet je goed even luisteren. Goedenavond, leuke mensen in het Zwammergat. Heksen, spoken en gespuis voelen zich deze carnaval bij ons thuis. Want weer het spookslot speelt ook mee met ons 11-jarig jubileum. Afronden hier vanuit Zwammergat. We hopen dat u een hele fijne avond heeft gehad. Waar u ook mocht hebben gekeken. In Brabant, misschien wel in Zuid-Holland, in Zeeland, Limburg, Gelderland, in het buitenland. Maakt niet uit. Blijf vooral kijken de komende dagen. In het kader van Fijn Fishing zenden we echt nog veel meer leutigs voor u uit. En nog veel meer moois.